Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwmarkt Hubo op de Castricummerwerf, Hans van Borre, uw groene slager, Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg in Castricum. Welkom dames en heren bij de eerste Couleur Lokaal van het nieuwe jaar. Namens alle medewerkers wens ik u een gelukkig en vooral gezond 2022. En nu we het toch over 2022 hebben, wat kunt u doen om het nieuwe jaar goed te starten? Nou, u krijgt tips van Roeland van Ewijk en die tips staan in zijn boek Wat Nu? Doe er uw voordeel mee. 2022 wordt ook weer een interessant sportjaar. Nationaal, maar ook lokaal. Onze chefsport Harry Poel loodst u langs de velden waar het echt gaat gebeuren, zodat u uw agenda kunt afstemmen. En verder ontvangen we de nieuwe pastor van Limmen, Mike Nachtegaal. Hoe krijgt hij na de lockdown de mensen weer de kerk in? Ook uit Limmen komt Hans Min. Hij zit in het burgerinitiatief De Limmerweggetjes. En hij neemt ons mee in de verkeersproblematiek al daar. Blijf kijken dus. Welkom bij Couleur Lokaal. We zijn weer in twee shifts ingedeeld vandaag vanwege de coronaproblematiek. De eerste shift heb ik Harry Poel naast me zitten, collega van me bij de omroep, chef sport. Ja. Welkom Harry. En Roeland van Ewijk. Roeland, wij kennen elkaar ook al een tijdje. Je hebt een boek geschreven, Wat Nu? Ja. Veranderende tijden, doelbewust flexibel schakelen, thuis en op het werk. Ja. Daar gaan we het over hebben, want het zijn moeilijke tijden op het ogenblik. Je moet de hele tijd schakelen, je moet de hele tijd flexibel zijn. Dan is er weer een lockdown, dan kan je weer wel naar je werk. Is dat ook de reden dat je dit boek geschreven hebt? Het boek is al eerder geschreven in de zin van dat ik daar de afgelopen jaren al mee bezig ben geweest. Maar het komt nu wel mooi samen, omdat we ook in een uitdagende tijd leven. Je had een vooruitziende blik. Ik had een vooruitziende blik in die zin dat ik wel merk dat het steeds sneller gaat, de veranderingen waarmee we mee te maken hebben. En dat we daar ook als personen mee moeten dealen en ook als organisaties en dergelijke. Ja, heb je er zelf ook last van? Ik heb zelf ook last van, zeker. Harry ook? Ik werk heel veel thuis, moet ik zeggen. Ik heb daarnaast nog wel een kantoor op Dijk en Duin hier in Castricum. Het gekke is, ik vind het zalig. Ja. En dat hoor ik bij mijn collega's natuurlijk ook heel verschillend. Mm. Maar ik mag graag van huis uit werken. Tegenwoordig heb je natuurlijk ook teams. En ik heb ook drie kinderen die nog thuis wonen. En we hebben dat. Wij komen er eigenlijk heel mooi doorheen. Iedereen heeft zijn eigen ding. Maar ik hoor het heel verschillend hoor. Ja. Dat moet ik zeker toegeven. Kern van het boek, Roeland, is flexibiliteit. Hè? Absoluut. Dat is gewoon de basis. En daar draait alles om. Daar heb je een systeem rond ontwikkeld. Of noem je het geen systeem? Ik heb een kompas. Een kompas. En hoe ziet dat kompas eruit? Nou, voordat we naar het kompas gaan, is het belangrijk wat je net zegt. De kern is flexibiliteit. Ja. Want op het moment, zeker ook in deze tijd, maar ook in de wereld van vandaag, waar het zo snel verandert, is het belangrijk dat we als mens daarin kunnen meebewegen. Mm-hmm. En het is een belangrijk citaat van Darwin was dit. Het is niet de slimste mens die overleeft. Het is niet de sterkste mens die overleeft. Maar het is de flexibelste. Een diersoort, moet ik zeggen. Ja, survival of the fittest. De meeste mensen denken dat fittest dan betekent de fitste. Maar dat is het niet zo. Die het beste zich aanpast. Ja. En van nature zijn we als mensen niet gemaakt om ons aan te passen. Want wij hebben allemaal zo onze eigen ideeën over hoe het leven zou moeten zijn. Mm-hmm. En dergelijke. En op het moment als het dan anders gaat, als wij het graag willen, dan krijgen we het lastig. Want dan moeten we een beroep doen op onze flexibiliteit. Ja. En dat gaat de een beter af dan de ander. En daarom is het boek, daarom is de titel ook van het boek, Wat Nu? Want Wat Nu is het moment dat je dus bewust bent van wat nu? Hoe ga ik daarmee om? Ja, is flexibiliteit aan te leren volgens jou? Het is aan te leren, zeker. Ik ben zelf bepaald niet de flexibelste. Hè. Mijn privéomgeving zal dat ook zeker beamen. Maar het is zo dat de mensen zijn over het algemeen 95% van ons handelen is onbewust.
Dat doen we omdat we dat zo geleerd hebben, omdat we daar vertrouwd mee zijn. En 95%. Heb je dat zo bedacht of is dat psychologische basiskennis? Dat is psychologische basiskennis. Ja. En voor de liefhebbers van Victor Mitz, die toont dat ook met hele interessante experimenten aan. Ja, dat is de mindfuck man. De mindfuck. En daarin toont hij aan dat wij als mensen illusie hebben dat wij beslissingen nemen. Maar die keuzes die zijn al gemanipuleerd, als het ware. Ja. Dus eigenlijk ontken je ook het bestaan van de vrije wil? Of is dat, gaat het nou weer een beetje te diep? Dat gaat te diep. Nee, dat gaat te ver. Want daar heb ik met mijn zoon nog wel eens discussies over of de vrije wil nou wel of niet bestaat. En volgens hem, hij heeft dan ook weer zo'n bepaalde goeroe. En hij die zegt dat de vrije wil bestaat niet. We doen het al voordat we het zelf bedacht hebben. Het is een interessante discussie, maar dit gaat even te diep. Dat gaat even te ver. Waar het bij hem vooral om gaat, is dus dat op het moment als het ons tegenzit, of dat we even niet weten wat we moeten doen, bijvoorbeeld de crisis waar we nu mee te maken hebben, dat je zelf zegt, de vraag wat nu? En de vraag wat nu stellen, betekent ook dat je dan realiseert dat je een keuze hebt. En dus door wat nu, zoom je eigenlijk even uit. Dus dan ga je die 5% aanspreken. Ja, exact. Ja. En voor die 5%, heb ik dan het proefkompas ontwikkeld. Hoe ga ik dat dan invullen? Want op het moment dat je tegen mensen zegt, ja, je moet flexibel zijn. Dan zeg je, ja, maar ik kan toch niet alles maar zomaar accepteren en zo. Ja. En dat hoeft ook niet. Maar je moet wel, het is belangrijk dat je je realiseert dat de situatie is zoals die is. Ja, en dan kan je. Ja, exact. In sport geldt dat natuurlijk ook. Ja, maar ik denk ook dat het zo is. Een situatie is zo. Dat is wel voor iedereen anders op dit moment. Maar ik hou er zelf altijd van om te kijken, wat zijn dan de mogelijkheden nu? En natuurlijk mag je even balen van het moment wat er is. En dat is ook goed, dat hoort bij je. Dat moet je ook even verwerken. Maar vervolgens die stap maken van wat zijn de kansen die ik nu krijg. En die benutten. Ja, daar moet je flexibel mee omgaan. Maar ik ben me er heel erg van bewust dat in die crisis het voor de verschillende groepen. En ook als je kijkt naar beroepen. Als je een horeca neemt, ja, dat je daar natuurlijk goed doodziek van. Maar toch zijn er, zeker vanaf het begin af aan, mensen, ondernemers geweest die gelijk hebben gezegd, oké, dit kan dus niet, maar dat kan dus wel. Ja, precies. Ja, die hebben handiger ingespeeld op de omstandigheden. En hoe doen we dat dan? Want dat staat in je boek, neem ik aan. Ja, het is een soort zelfhulpboek, neem ik. Absoluut. Eén van de vele trouwens, maar goed. Probeer je zoveel mogelijk te lezen. Deze is het boek, het onderscheidende boek van alle andere zelfhulpboeken. Deze is heel speels opgezet. Ik werk veel met tekeningen. Staan eigenlijk tekeningen vertellen het verhaal daarin. Ik weet niet of we dat nog even in beeld kunnen brengen. Die tekeningen, maar dat is een boek met heel veel soort fokken en sukken-achtige plaatjes. Ja, leuk dat je dat en, zegt. Het is wel heel makkelijk leesbaar, dat moet ik wel zeggen. Het is heel makkelijk, vooral die tekening die je nu naar voren haalt. Ja, met die regen en die paraplu. Kijk, de belangrijke sleutel die ik aanreik in het boek is, zeg ja tegen het nu. En dus accepteer het nu en ga van daaruit kijken, hoe ga ik hiermee om? Welke keuzes heb ik dan? En hoe doen we dat dan? Nou, en hoe doe je dat dan? Door te kijken van wat wil ik? Hè? Als het gaat nu de situatie zoals we nu met de pandemie te maken hebben. Even een simpel voorbeeld van wel of niet vaccineren. Nou, dat is een hete discussie. Daar gaan we niet over hebben. Maar het feit dat er een pandemie is en het feit dat je voor de keuze komt te staan, laat ik me wel of niet vaccineren. Dat is op zich al een keuze die je daarin kan maken. En dat ene kiest er wel voor. En allebei is goed. Hè? We hebben even gewoon metacommunicatie gesproken. Maar het gaat er dan om van, oké, dat je de keuze maakt. En dat je dan die keuze vervolgens bespreekt met je omgeving. Of met je relatiegerichte. En dan daarin ook aandacht geeft. Weet je? Dus, je proefkomt. Kompas bestaat eigenlijk uit vier componenten. Ja. Het centrum is de flexibiliteit. Exact, daar en daaromheen zijn nog drie andere componenten. Klopt. En de eerste was je persoonlijke verantwoordelijkheid. Exact. Dus je vindt wel, iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn daden. Ja, want als je goed kijkt, wat je zegt, het kompas begint. Kijk, zo'n normaal kompas oriënteert zich op het noorden. Het proefkompas oriënteert zich op het nu. En dat is dus de centrale waarde. Dus als je de vraag stelt, wat nu? Dan kijk je op het kompas en daar staat dan, oké, voor het nu, dat moet ik accepteren. En vervolgens ga je dan zeggen, wat wil ik ermee?
Dat is dan persoonlijk verantwoordelijk, wat jij zegt. Dan heb je het volgende waarde, is relatiegericht. Wat betekent dat voor mijn relatie met de ander? Mm-hmm. En de laatste waarde is dan opbrengstgericht. En opbrengstgericht betekent van, ik geef aandacht. Het moet iets opleveren. Het moet iets opleveren. Ja. Het is ook een natuurwet dat alles wat we aandacht geven, ontwikkelt zich. Dat geldt in de sport natuurlijk ook. Als je niet traint, ja, dan ga je nooit de Champions League winnen. Dus wat dat betreft, dat is het. Nee, ik ben het helemaal mee eens. Zo is het in de sport natuurlijk ook. Maar heeft het ook niet te maken met... tenminste, dat heb ik altijd geleerd. Er zijn situaties waar je niks aan kunt doen. En er zijn situaties waar je wat kan doen. Hè? Ja. Dus je kan alle situaties kan je indelen in twee groepen. Ja, ja. En waar je niks aan kunt doen, probeer het dan ook niet. Want dan raak je gefrustreerd. Nou, maar ook waar situaties waar je niks aan kon doen, heb je wel mee te dealen. Als je praat over gezondheid bijvoorbeeld, hè, ik wil die, zeker, het boek suggereert niet dat het leven één groot feest is. Absoluut niet. Nee. Want als je bijvoorbeeld slecht nieuws krijgt over je gezondheid, nou, daar heb je, dan ben je even goed van de rel. En dat is natuurlijk heel logisch. Maar er komt een moment, als je de eerste verdriet verwerkt hebt, en dat je kijkt van, en dan stel je jezelf de vraag, wat nu? En wat nu betekent dan dat ik op een kompas kijk, oké, als je topt met je gezondheid, dan is dat even zo. En dan, hoe ga je ermee om? Laat je behandelen of laat je niet behandelen? Ga je oefenen of ga je naar dat zijn allemaal keuzes die je dan kan maken. Is het een stappenplan wat erin staat? Je kan het zien, het kompas is een soort checklist. Ja. Weet je, wat kan ik doen? Het is belangrijk dus dat je daarin je flexibel overgeeft aan de omstandigheden. En dat betekent niet dat je alles maar over je heen laat komen. Maar dat betekent, oké, dit is mijn uitdaging op dat moment. En van daaruit ga ik kijken, hoe ga ik daarmee om? En dat is ook afhankelijk van het doel wat je daarin hebt. Hè? Want daar hebben we het nog niet over gehad. Een kompas werkt alleen als je een doel hebt. Ja. Nou, als het gaat over gezondheid, wat is je doel? Is je doel kwaliteit van leven of is je doel zo lang mogelijk blijven leven? Weet je, dus dat zie je dan en dan gaat het echt ergens over. Hè? Dus dat zijn hele ingrijpende en ook aangrijpende dingen, keuzes waar mensen mee te maken hebben. Maar je moet dus eerst doelen stellen dus. Ja. Wat zei je? Je moet dus eerst doelen stellen. Ja, exact. Ja. Zonder doel werkt een kompas niet. Ja, mag je het eigenlijk simpel gezegd zien als steeds maar deuren waar je doorheen gaat, om het heel simpel te maken. En waar je de keuzes hebt, rechtsaf, linksaf, om daar te komen. Ja, nou misschien kan ik een ander voorbeeld geven voor de werking van het kompas. Ik zit thuis met puberende kinderen. En de puberende kinderen, het voorbeeld staat ook in mijn boek overigens, die bezigen soms teksten die ik thuis anders geleerd heb. Weet je? Dus waarvan ik denk van, hoe respectvol is dat? En soms zodanig dat ik denk, ik ben er wel even klaar mee en dan trek ik me terug. Maar dat zijn dezelfde teksten waarschijnlijk die jij als puber ook hebt. Waarschijnlijk. Ja. Ja, waarschijnlijk. We doen elkaar na. Iets andere bewoordingen soms. Zij doen mij daarin na. Maar we leven nu in een andere tijd. Ja. Dus een middelvinger, ik noem maar wat echt een symbool is, die bij ons heel erg binnenkomt, die is voor de huidige tijd iets minder spannend. Maar goed, wat doe je eraan? Nou, wat ik dan doe, dat is een goede vraag om dan bij de kern te komen. Kijk, in eerste instantie ben ik natuurlijk boos en ga ik een beetje zitten mokken en geef ik af daarop. Maar vervolgens stel ik mij de vraag, wat nu? En wat nu? En dan maak ik contact met mijn doel. En mijn doel is een goede relatie hebben met mijn kinderen. En dus dan ga ik daarover nadenken. En dan zeg ik, wil ik die relatie nog steeds hebben? Nou, ik hou veel van mijn kinderen, dus die relatie wil ik nog steeds hebben. En dan gaat het erom van, hoe ga ik daar dan mee om? En in het kader van de tweede waarde, relatiegericht, moet ik verbinding maken met mijn kinderen. En dan moet ik contact zoeken met mijn zoon in dit geval. Waarvan ik dan zeg van, wat we net met elkaar besproken hebben, dat bevalt me niet. Maar dat laten we nu even rusten en dan kan het weer doorstromen. En wat ik vroeger ook wel leerde, zoals dat op het moment als je het echt een behoorlijke botsing hebt, dat je dan het contact verbreekt. En dat kan soms wel, je weet dat in het verleden is dat ook wel, dat er een week niet gesproken wordt. Wel beeld, maar geen geluid, weet je. Nou, en dat, door het kompas, realiseer ik me dus, dat wil ik niet. Dus als ik mijn emotie een beetje gezakt is en ik stel mezelf de vraag, wat nu? Dan zoek ik contact en door dat contact stroomt het weer.
Weet je, en dat is daarin, nou ja, zo. Ontkom je nooit helemaal, vind ik, aan impulsiviteit. Nee, ik denk, naarmate je ouder wordt, wordt dat anders. Dat wordt zeker anders. Maar de impulsiviteit die de kinderen hebben, ik heb er ook drie rondlopen. Zeker. En soms vind ik dat ook helemaal niet erg. Dat is ook wel eens even een deel van het leven. Nee, zeker. Het is ook een leerschool. Het is een leerschool. Ja. Ik vind ook dat er grenzen moeten zijn. Ja. Roland, voor wie is het boek bestemd? Ja, het boek is organisaties, mensen, iedereen? Ja, het is eigenlijk voor iedereen. Bestemd. Daarom heb ik het ook heel speels opgezet. Het kan ook een bladerboek zijn. Mm. Maar iedereen die topt met de vraag wat nu, of eigenlijk zoals je dit ziet staan, iedereen die zich probeert staande te houden op die wereldbol die zo hard aan het trillen is. Daar is het voor bestemd. Daar is het voor bestemd. Goed, dankjewel voor je bijdrage. Goed. Harry, we gaan het hebben over sport. Ja. Ja. Nou, dat is mijn grootste hobby, sport. Ik ken er nog één. Ja. En we hebben het net even over gehad dat we blijkbaar nog wel eens tegen elkaar gevoetbald hebben, heel in het verleden. Vitesse 22 tegen de Volendijkers. Buiksloten bar. Ja, prachtig sportpark. Daar gaan we het niet over hebben. Geen oude koeien uit de sloot halen, want ik wil vooruitkijken op het jaar 2022. Wat heeft het sportjaar 2022 te bieden op lokaal, maar natuurlijk ook op nationaal niveau. Laten we beginnen met het lokale niveau. Welke grote evenementen staan er op stapel? Ja, dat is uiteraard Vitesse 22, 100-jarig bestaan. Dat is niet niks. Had jij niet een sjaal meegenomen? Zeker. Ja, ik had hem hier. Ik had beloofd dat ik hem. Jij houdt hem nu op zijn kop. Even zou tonen. Op zijn kop, nee toch? Ik ga het even goed doen. Ik had beloofd dat ik hem even toon. Dit is een collectors item. Die vloog logischerwijs weg. Die heb ik in mijn. Dus de voetbalclub Vitesse 22. Ja, de naam zegt natuurlijk al. 1922 opgericht. Ja. Bestaat in 2022, 100 jaar. Klopt. Hoe gaan we dat vieren? Dat is eigenlijk al een beetje begonnen, vorig seizoen met wat festiviteiten. Maar als we praten over dit jaar, zijn ze begonnen met een jubileumloop. Dat is afgelopen zondag geweest. Toevallig een van mijn vrienden die dat georganiseerd heeft, Bas Peters. Erg leuk geweest. En dat ging gewoon door? Ja, dat ging volledig coronaproof. Het is ook wel grappig, een foto in de kast die hem tonen dat ook heel duidelijk aan. Hè? Paardjes van 2, 15 en 15 kilometer. Hartstikke leuk geweest, maar door de corona helaas niet, na afloop gezellig in de kantine onder het genot van misschien wel een ertessoep of wat dan ook. Dat afsluiten. Maar daar is het in ieder geval mee begonnen. Nou, er is een commissie bezig en dat wordt werkelijk, dat mag je als Vitesse-man absoluut niet missen. Dat wordt een jubileumboek. Ja, die moet je hebben. Die is nu te koop voor 22,50. Nu bestellen, zeg ik dan maar, want hij wordt te duurder. Maar als Vitesse-man moet je die gewoon in je bezit hebben. Dat wordt een prachtig geïllustreerd blad. En dan van 6 mei tot ongeveer, 11 mei, ergens rond die buurt, zijn er diverse festiviteiten, waar op 7 mei is de grote reunie. Nou, dat wordt natuurlijk... Waar is dat boek te koop? Dat kun je bestellen via de site www.vitesse100jaar.nl. Daar kun je hem bestellen. Dus zeker doen. Die bestaan 100 jaar en ze spelen nu in de tweede klas. Hè? Dus dat is al een tijdje zo, hè? Vitesse heeft een poosje ook in de derde klasse gevoetbald. Ja. Maar dat vond men over het algemeen niet zo erg, omdat je daardoor de wedstrijden tegen Meervogels en Limmen had. Dus dat is altijd erg leuk. Maar sportieve ambities zeggen natuurlijk, je voetbal niet voor niks. Je voetbal voor een titel. Dat is gebeurd. Ja. Dus Vitesse nu in de tweede klasse. En ik ga nu alvast de uitspraak doen dat Vitesse gewoon gaat promoveren volgend jaar. Okay. Of dit jaar eigenlijk. Hoe is het eigenlijk met die competities? Ja, die liggen op dit moment... Die liggen nu stil. Ja, krijgen we het nog voor elkaar om ze uit te spelen? Nou, ik heb er wel een goed gevoel over. Ik denk straks, als we iets verder zijn, dat we na de winterstop, om het zo maar te noemen. Ik denk over een week of 3, 4 heb ik een goed gevoel over dat we toch weer gaan starten. Okay. Dan lopen we aardig nog op schema, hoor. En hoe staat Vitesse ervoor? Ja, enorm goed. Bovenaan. En Limmen en Meervogels? Ja, Limmen doet het erg goed. Een hele leuke jonge ploeg waar ik... strijden ook om het kampioenschap. Dus het zou op zich fantastisch zijn als Limmen ook naar de tweede klasse. Als de Vitesse ook promoveert, komen ze elkaar tegen. Dat is waar. Dus moet dan Meervogels, de club uit Akersloot ook meteen maar mee met Limmen. En dan gaat het hele kalf sportgebeuren wat omhoog.
En het zaterdagvoetbal? Ja, zaterdagvoetbal FC Kastrikum. Ja, die... Was eerste klasse een tijdje? Ja, maar dat is alweer een hele poos geleden, hoor. Dat is een hele poos geleden. Nou, dus nu wat verjonging. Staat in mijn beleving een heel aardig team. Wat gaat groeien de komende jaren? En dat zou best kunnen zijn dat ze binnen een jaar of vijf... misschien wel de sprong weer maken naar de tweede klasse. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de concurrentie in het zaterdagvoetbal enorm groot aan het worden is. Regio Amsterdam zijn geloof ik al 55, 60 clubs die van de zondag na de zaterdag verschijnen. Ja, het waren vroeger eigenlijk alleen maar christelijke verenigingen die op zaterdag voetbal. Ja, dat klopt. Nou, en dat is daar een reden voor? Wat zeg je? Is daar een reden voor? Ja, toch denk ik het op zaterdag voetballen. Dus het op zondag kunnen kijken naar de grote wedstrijden. Misschien wel een seizoenkaart hebbend. Ja, ja. En de spelers die het misschien lekker vinden om zaterdagavond door te gaan voor hun biertje. Ja. Maar het grote verschil zit dat vroeger stroomde je meteen of stroomde je in van onder. Moest je dus een flink aantal jaren erover doen om op niveau. En nu mag je horizontaal over, zoals we dat noemen. Dus het is tweede klasse, gelijk naar tweede klasse. Oh. Ja, dus daar, want vroeger stond het zondag voetbal hoger aangeschreven dan het zaterdagvoetbal. Nou, behalve dan die bovenste de Bollenstreek. Kijk, de Bollenstreek en op de Veluwe natuurlijk. Daar was het zaterdagvoetbal sowieso wel enorm populair. Ja, Spakenburg. Ja, Spakenburg, IJsselmeervogels. En aan de andere kant Kwikbosch, Katwijk, noem ze allemaal maar. Ja, ja. Prachtige derby zo. Ja. Dus dat is het voetbal. Dus je verwacht eigenlijk misschien een kampioenschap of een promotie van Vitesse. Ja. Misschien een promotie van Limmen. Ja. En Kastrikum heeft een goede jonge ploeg op zaterdag. En Meervogels? Ja, Meervogels zit al een paar jaar. Hebben een wat lastige start gehad. Maar hebben op zich toch wel een ploeg die al enige jaren met elkaar voetbalt. Waren aan het terugkomen. Ja, weet je, dat geldt zo direct voor alle ploegen. Hoe ben je de winterstop doorgekomen? Hè? Je zit in een bepaald ritme. Je zit in een flow. En is die flow nu onderbroken? Dus ja, zo'n eerste wedstrijd vind ik altijd weer belangrijk. Dan moet je gelijk weer de klap uitdelen. Laten we het over de overige sporten hebben. Staat Kastrikum een beetje op de kaart wat sport betreft? Wat topsport betreft bedoel ik dan? Hè? Nou, topsport, atletiek. Hè? Atletiek, ja. Dat doen we heel goed. Daarnaast vooral de loopnummers dan, hè? Wat zeg je? De loopnummers. Ja, absoluut, de loopnummers, ja. Vooral. Team Distance Runners vooral. Ja, die hebben natuurlijk een bepaalde weg ingeslagen al enige jaren geleden. Mm-hmm. En daar plukken ze nu de vruchten van. En de rugby? Rugby, KCC, ja, bovenste regionen. Linker rijtje? Linker rijtje, ja, komen vermoedelijk, ja, zullen waarschijnlijk denk ik bij de eerste vijf gaan eindigen. Ik denk niet dat ze kampioen gaan worden, want links en rechts is er aardig ingekocht, ook in die rugbycompetitie. Maar mooie club natuurlijk. Vind ik altijd een mooie vereniging. Welke sport doe jij eigenlijk, Roland? Ik doe een hardlopen. Ik loop voor mezelf hard. Ja, ja. Maar, en zwemmen heb ik gezien. Ja, zwemmen. Ja, want ik zag je de nieuwjaarsduik. Absoluut. Tijd voor getraind neem ik aan. Ik ben een zogenaamde Wim Hof fan. En Wim Hof is met koud water. Ja, ja. Dus zo'n nieuwjaarsduik maakt hij niet bij voorbij. Afgelopen nieuwjaarsduik, we zeiden het al eerder, volgens mij kon je gewoon zonnebrandcrème meenemen. Ja. Om niet te smeren. Het was 14 graden volgens mij. Het was gewoon zwetend water. Ja, absoluut. Ja. En de week daarvoor was het dus tegen het vriespunt. Ik was erg blij. Ja. Weet je. Maar dit was een van de makkelijkste. Harry, de overige sport. We hebben het gehad over voetbal, we hebben het gehad over atletiek, rugby. We hebben natuurlijk nog volleybal, we hebben nog hockey. Het hockey zit op een aardig niveau, tweede klasse. Dames doen het met name heel goed. Volleybal is wat weggezakt, Kronenburg. Handballers zijn wat meer... die zijn wat lager. Korfballers hebben we nog. Ja, korfballers die spelen op een bescheiden niveau. Mm. Ja, dat wel. Er zit wel verschil tussen veld en zaal, moet ik zeggen. Dus misschien in de zaal kunnen ze wat meer potten breken. Dat zou wel aardig zijn als ze daar ook weer wat hoger komen. Kijk, in het hele tendens, als ik het vergelijk met vroeger, dat is altijd gevaarlijk. We hebben vroeger een periode gehad waarbij de volleybal hoog speelde in de eerste divisie, om het eredivisie zeg maar. KCC natuurlijk voor het landskampioenschap speelde, Vitesse tweede klas, toen was het niveau ietsje hoger. Ik denk ook door de tijd heen, ja, dat is allemaal een beetje veranderd. Het is niet echt een topsportgemeente, laten we dat... Nee, het is niet echt topsport. Nee. Topsport wel op nationaal niveau natuurlijk en op internationaal niveau. Ja. De Olympische Winterspelen staan voor de deur. Ja, prachtig spektakel, hè? Ja, en WK voetbal.
Ja, WK voetbal. Waar verheug jij het meest op? Nou, ik verheug me altijd op al die evenementen. Hè? Want als je ziet de winterspelen, dat brengt ook weer schaatsen, shorttrack. Maar ik mag ook graag kijken naar de skiruns, weet je wel. Met 4, 5, 6 man zo'n parcours doen. We hebben bijvoorbeeld ook wel weer wat bijzonderheden dit jaar. Bobslee, een dame die meedoet. Ja. De eenmansbob, in het leven geroepen. Omdat er niet genoeg vrouwen waren die in de 2, 3 of 4 mans... Of die viermansbob konden. Dus er is een eenmansbob gekomen. Nou, dat vind ik grappig. Er zijn 7 nieuwe onderdelen gekomen. En dat zit hem voornamelijk in het feit dat men teams aan het mixen is. Hè? Dus 2 mannen, 2 vrouwen enzovoort. Dat, het gaat over bobslee. Nou, niet bobslee, maar in zijn algemeenheid. Dus 7 nieuwe onderdelen bij de Olympische Spelen. En daar heeft men wat meer onderdelen in de mix gebracht, zomaar, om het zomaar te zeggen. Ja, en laten we afsluiten met voetbal. Ja. Want we zitten al. Ja. Redelijk aan de tijd. Ja. Heeft Nederland wat te zoeken op het WK? Ja, zeker, zeker. Kijk, of overschatten wij nog steeds ons eigen... Ja, maar dat doen we altijd. Hè? Dat doen we altijd. Dat is ook gezellig. Ja, ja, kijk, maar kijk, door de jaren heen, als we geen wereldkampioen... Nou, misschien hebben ze wat aan het kompas, hè? Opbrengstgericht, relatie ingericht, persoonlijk verantwoordelijk en flexibel moeten ze zijn. Stel dat ze er in de eerste ronde aan liggen, dan ben je even verdrietig. Ja, dan stel je de vraag, wat nu? Okay. En dan zeg je, het is maar voetbal. Dus ze maken kans volgens jij. Nou, we maken kans. Kijk, weet je, het wereldkampioenschap voetbal, daar komen echt de beste landen van de wereld. Mm-hmm. En er is zoveel concurrentie. Hè. Je kan zo het rijtje opnoemen. Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Brazilië, Argentinië. Nou, zeg het maar, weet je. En je hebt geluk nodig. Dat hebben wij toen ook in Zuid-Afrika gehad. Ja. Nou, met name in Brazilië, onder Van Gaal, waar we naartoe gingen zonder enige pretenties. Althans, de Nederlanders zag maar het niet zitten. Maar we hebben ook veel pech gehad, hoor. Ja, 78 kan ik me nog levendig Robbie Rens brengt tegen de paal. 74 vond ik ook een beetje jammer, maar goed. We maken een kleine kans, laat ik het zo zeggen. Tot slot, Harry. Ja. Wie wordt kampioen van Nederland op voetbalgebied? Nou, ik denk dat het verschrikkelijk spannend gaat worden. We roepen natuurlijk al een hele poos Ajax, maar we zien dat die ook kwetsbaar is. PSV, ja, daar doen we altijd een beetje meewarig over de coach enzovoort. Maar PSV staat dus gewoon bovenaan. Komende wedstrijden die gaan komen, Ajax-Utrecht, PSV, Ajax, die zullen een aardig beeld kunnen gaan geven. Want als PSV daar wel het gat gaat slaan, bij wijze van spreken, dan ziet PSV gewoon kampioen worden. Aan de andere kant, Ajax laat ons natuurlijk af en toe, met name Europees, fantastische wedstrijden zien. Nou ja, ik ben Ajax-ziet tot nou, dat ben ik tot al. In diepste van mijn ziel. Ik verkeer in AZ-gebied en dat is af en toe niet zo makkelijk. Maar goed, ik hou het zelf op Ajax. Ik ben gek op Ajax. Jij ook toch, als Amsterdammer. Je bent ook op Ajax. Harry, bedankt in ieder geval voor je analyses. En we gaan een aardig sportjaar tegemoet, denk ik, in 2022. Ook EK-vrouwen, niet alleen. EK-vrouwen, moeten we niet vergeten. Goed, nou... Mag ik nog even zeggen van mijn boek? Ja, mag nog een laatste ding zeggen over je boek. Want jullie moeten plaatsmaken voor de volgende 2 gasten. Maar het boek is te verkrijgbaar bij boekhandel Laan en bij de Red Shop. En ondanks de lastige omstandigheden is de korting wordt gehandhaafd in de hele maand januari. Oh, okay. Nou, ik wens je veel succes met je boek. En, ik ga ervoor. Wij een leuk sportjaar tegemoet gaan met z'n allen. Zeker weten, Peter. Goed, dank jullie wel voor je komst. Oké, graag gedaan. Welkom bij deel 2 van Couleur Lokaal. De heren Van Ewijk en Poel hebben het pand verlaten. En 2 nieuwe heren zijn aangeschoven aan tafel. Hans Min uit Limmen. En dank u wel. Mike Nachtgaal ook uit Limmen. Dus het wordt een Limmons half uurtje, want ik kom zelf ook uit Limmen. Hans, jij bent hier namens de initiatiefgroep Limmerweggetjes. En er schijnt verkeersproblematiek te zijn aan de westkant van Limmen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik ga eerst praten met Mike Nachtgaal, de nieuwe pastor... Nieuwe pastor van Limmen. Ik zeg, die oude die zat er net, toch? Ja, pas 23 jaar. Pas 23 jaar, ja. Ben net een beetje gewend, dan gaan ze weer weg. Net een beetje gewend aan meneer Olly. Maar dat was een gouden. Ja. Dus, is een gouden, hoor. Is nog steeds een gouden. Pastor van Limmen, Mike. Ben je al begonnen? Ja. Met werken? Ja. Voor het eerst in mijn leven ben ik aan het werken. Ja. Nee, maar ik bedoel, als pastor? Ja, 1 december. 1 december, dus je bent net een maand aan de gang. Ja. Ja, een zware maand geweest? Ja. Ja? Nou, het was wel... Met kerst is natuurlijk al hoogtijdagen en vieringen mogen ze niet. Hè. Ja. Mochten ze wel of niet?
Ja, half. Dus half. 50 man per viering. Hm. En ja, zo je uitvaart meteen. En ja. Ja, dus je bent wel gelijk voor de leeuwen gegooid, ik heb, zeg maar. Ja, ik heb na Oud en Nieuw heb ik meteen gewoon 3 dagen vrijgenomen. Want waren ook meteen de eerste 3 dagen ook echt even niet daarheen ging. Dus dat is wel, ja. En je bent ook woonachtig in Limmen? Ja. Ben je hier gaan wonen om pastor te worden of is het andersom gegaan? Andersom gegaan. Oh, okay. Ik ben hier... Ik werkte in Den Helder. We hadden in Amsterdam te weinig ruimte. Er kwam een kleine bij. Mm-hmm. Dus nou ja, ik kende deze omgeving wel. Ja, dan ga je... Ja, dan ga je hier wonen en dat was ook wat dichter bij Den Helder. Ja. Huh? Dan ga je erop vooruit. Ja, het is aan wie het vraagt. Verdacht wel AZ-fans, maar dat... Wat deed je in Den Helder? Was je daar ook pas? Almoezenier, ja. Almoezenier, in het leger dus. Ja, klopt. Bij de marine, neem ik aan. Op het Kim, ja. Ja. En je zit dus al wel in dezelfde branche, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, zover ja. Dat een branche is. Maar... Het is, ja, precies. Ja, tapversport, ja, ik heb een oortje. Dat vinden we zelden. Nou ja, ik inderdaad al een jaar of 9 hiervoor gedaan. Nou, ja. En van huis uit ook? Heb je meegekregen van je ouders? Nee. Is je vader ook pastoor geweest? Of? Nee, ik ben uit de Heidenen. Dus ik ben nergens mee opgevoed eigenlijk. Dus je ouders waren niet religieus? Nee. En jij bent het spontaan geworden? Nee, ik ben eerst theologie gaan studeren. Ja. Dan moet je toch al een bepaalde feeling hebben voor godsdienst, neem ik aan. Ja, dat was gewoon een gezonde interesse. Net als die er was voor filosofie en geschiedenis. Mm-hmm. Alleen, ja, dit kwam iedere keer als eerste uit interessetest op internet. Ja. Nou, dan ga je dat maar doen. Dus ik wist anders ook niet echt wat ik wilde. In de loop van die studie is het gewoon wat meer van mezelf geworden en... Ik heb niet een spectaculair bekeringsverhaal of zo. Nee, het is niet zo dat je opeens het licht hebt gezien ergens. Nee. Er is ook geen bliksem ingeslagen. Nee. Ik ben gewoon rustiger ingegroeid. Ja, maar je bent van ongelovige gelovige geworden. Ja. Daar moet toch een bepaalde aanleiding voor geweest zijn, neem ik aan. Ja, maar dat is wel een hele geleidelijke aan. Ik bedoel, ja, iets wat steeds meer gaat leven, iets wat steeds echter wordt. Ben jij dan op latere leeftijd ook gedoopt? Ja, zelfs dat, ja. Okay. Is bij jou Hans omgegaan, Hans, of niet? Nou ja, ik ben natuurlijk... ik neem aan dat de minnen allemaal katholiek waren. Als kleine kind hing ik boven de wijwaterbak van de Corneliuskerk. Ja. Ja, dat was mijn vader was kerkmeester, dus ja, de tweede dag werd je gedood. Ja, maar jij doet er niet veel meer aan? Ik doe er vrij weinig aan. Ik heb er wel... Ja, toen de kerk ook in de brand stond, toen... dan merk je wel dat je eigenlijk een hele gigantische binding hebt met dat gebouw, met de hele filosofie. Ja. Maar praktisch doe ik er vrij weinig aan. Dat is, ik weet niet. Waar ligt het dan aan? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Je doorloopt je jeugd en je ziet dingen. Recent bijvoorbeeld noem ik dan, zie ik dus orthodoxe... priesters uit Rusland zien ik dan wapens zegenen. Dan denk ik, jongens, waar staat dat geloof voor? Daar heb ik zoveel vragen over. En ik ben ook opgegroeid in de Vietnamtijd. Ja. En dan bul ik je ook van de vraag. We hebben de hele discussie van de kernwapens gehad. Het is best wel opvallend. Hè? Meestal gebeurt dit niet. Als je in een heidens gezin... Want dat mensen het niet meer doen. Nee, zoals jouw... meestal gaan mensen, worden ze afvallig. Als ze streng, afvallig. Nou ja, als ze streng worden opgevoed, dan hebben ze op een bepaald moment genoeg daarvan. En bij jou is het andersom gegaan. Maar ik ben niet heel extreem streng geworden of zo. Nee, ik bedoel... maar je bent wel gaan geloven en je hebt het katholieke geloof. Er is natuurlijk een... En laat ik het zo zeggen, ik heb niet het idee dat de meeste mensen in Limmen heel streng zijn opgevoed. Nee. Ik bedoel, maar ze zijn wel op het algemeen katholiek, hè? Toch? Iedereen was vroeger automatisch gedoopt en nagenoeg. Dus dat verandert. Een hele kleine groep... noemen ze dan protestanten. Die gingen dan hier naar het hervormde kerkje. Ja. Gingen die te kerk. Ja. En je had 90% was gewoon katholiek. Ja. 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 Dus het is langzaam maar zeker gegroeid bij jou. En op een bepaald moment ben je er zelfs je beroep van gaan maken. Ja, dat kun je het zeggen. Ja. En welke specifieke eigenschappen heb je daarvoor nodig? Om een goede aalmoezenier of een goede pastoor te zijn? Nou, je hebt je studie theologie sowieso nodig. Ja. Maar het is net zoiets als met de meeste... Het is voor een groot deel een sociaal beroep. Mm-hmm.
Ja, en dat kun je ook niet uit een boekje leren. Nee. Als je kunt cum laude psychologie afstuderen en echt een... Ja, een ik zoek even nette woorden. Ja, een puntje psycholoog zijn, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Ja, sommige skills die heb je. En, ja, je moet gewoon een beetje sociale pik zijn. Ik bedoel, Dus je moet en basiskennis hebben, theologische basiskennis. Tuurlijk. En ook wel een spiritueel leven. Maar je moet ook sociaal zijn. Ja. Ja. En want je moet aan stervensbegeleiding doen en je moet de huwelijken zegenen, weet ik veel. Je moet veel met mensen omgaan. Ja, dat is de kern van het werk in dit geval. Ja. En wat zijn jouw favoriete bezigheden daarin? Ik neem aan, niet mensen bijstaan als het serven, maar ik bedoel, wat vind je de mooiste momenten van je beroep? Nou, tot zover, ik bedoel, hier ben ik natuurlijk nu een maand pas, maar ik vond gewoon de één-op-één contacten, de individuele gesprekken, die vind ik heel mooi. Ja, en ik hou heel erg van preken. Preken klinkt zo zwaar, maar hè, het woord gewoon tijdens de viering, de verkondiging. Zeg maar zo. Ja, en wat leg je daarin? Wat vertel je dan? Dat is totaal afhankelijk van wat de lezing is van die dag, zeg maar zeggen. Ja. Maar je kunt mensen in ieder geval het mooie laten zien. En, en het liefst ook prikkelen om naar praktische dingen. Het is niet iets doods. Nee. U vertaalt het dan ook naar de huidige tijd. Naar de dingen dat wil je altijd wel. En wat er in de samenleving speelt natuurlijk. Ja, in principe wel. Ja. Dus dat, nou ja, dan speelt het natuurlijk corona. Doe je daar dan ook wat mee in je preken? Nee, want daar worden we genoeg mee doodgegooid denk ik. Ja, ik bedoel, het is bijna alweer gewend. Mm-hmm. Dus... Ja. Maar kijk, er gaat altijd wel iets van hoop uit en van positiviteit. En mensen die... De problemen waar mensen tegenaan lopen door die maatregelen en noem het allemaal op, ja... Ja, mensen hebben wel meer steun nodig, neem ik aan. Ja, het ligt... Het is voor mij te vroeg om het in een parochie te zeggen. Ja. Maar bij mijn vorige werk, waar gezonde jonge mensen... Die hadden vooral dat te lijden onder al die lockdown dingen. En, ik ben daar ook gewoon lekker doorgewerkt, omdat we zat te doen. Dus, luisteren nog huilend op bed zitten, omdat ze het gewoon niet meer weten. Dan heb je het gewoon echt over jongeren, hè. Ja, kom op. Wat trof je aan voor geloofsgemeenschap in Limmen? Een actieve? Ja. Een hele... Grote? Ja, het is groot. Ja, relatief groot. Ja. Mm-hmm. Groter dan elders en vooral actiever dan elders. Dat... Waar uitzicht dat in, die activiteiten dan? In de dingen die er gebeuren. Gewoon in de kleine groepen. De tuinclub, de Caritasclub. Als je op Facebook volgt, een muur aan Albert Heijn dozen die je bij elkaar kon sparen. En, maar het leuke daaraan is dat heel Limmen meedoet. Dat is echt niet alleen van die mensen die op zondag kwamen. Mm-hmm. Maar de oproep was, gooi die zegeltjes, die kreeg je bij zoveel boodschappen. Door de brievenbus. Dus dat is heel. Dat is echt van Limmen voor Limmen. Dat was echt. Ja, wauw. Daar kreeg je echt een warm gevoel van. En dat werd dan inderdaad door de mensen uit de kerk. Worden daar pakketten van gemaakt. En je hebt statushouders. Mensen die het minder breed hebben. En die werden dan allemaal zo'n kerstpakket toebedeeld. En alle overige dingen zijn naar de voedselbank gegaan. Die zijn met een busje het komen halen. Ja, dat is voor mij de. Ja, dat is ook kerk zijn. Dus iets sociaals. En ben je ook warm onthaald? Want ze zijn natuurlijk gewend geweest aan Johan. Ondanks dat ik 37 ben, de gemiddelde leeftijd leuk omlaag, natuurlijk. Ja. Dus toen ik daar voor het eerst kwam, toen werd er gevraagd naar de dienst van... Oh, bent u een van de studenten die de staties heeft opgeknapt? Wil je mij met twee linkerhanden niet bij in de buurt laten? Maar nee, dat... Maar ik was gewoon een parochiaan. En wat vind je van de kerk? Want die hebben dan net wat er al gezegd. Ja, hij heeft in de fik gestaan. Ja, maar die is wel mooi opgenomen. Wij hebben... ik zit ook bij de Partij van de Arbeid. En ik heb dan 4 jaar geleden aan de fractie het dorp laten zien. We zijn oud-Limburg geweest. Maar ook een rondleiding gehad bij de kerk. Ja. Waar het dak nog helemaal open was. Ja. Het was allemaal nog verbrand. Het begin was gemaakt om te restaureren. Daarna zijn we naar de scouting gegaan. Maar wat vindt u van de kerk? Want het is natuurlijk ze hebben er heel diep over nagedacht. Ze hebben een hele andere indeling. Ik heb ook filmpjes van Kees Bos gezien. Ik weet niet of u die gezien hebt. Nou, dat is echt de moeite waard om dat eens te zien. We zien ook hoe allerlei elementen van die bouw opgeknapt is. Ja. Maar wat vindt u ervan? Want het is natuurlijk...
Ja, hij is wel veranderd. Ja, ik heb geen idee hoe hij er daarvoor uitzag. Nee, maar nee. Ik vind hem zoals hij nu is, vind ik hem binnen echt heel mooi. Ja. Niet te druk. Nee. Nee, dat is zo. Ja, nee, dat is, je hebt van die overdadige katholieke kerken. Ja. Dat is niet goed voor mijn aandacht spannen, zou ik maar zeggen. Ik ben een redelijke stuiterbal, maar dit is precies goed. Het ademt wat rust uit en ook het licht is mooi gemaakt. Wauw. Ja, dat is echt een hele mooie. Wat zijn je doelen op de korte en lange termijn om af te sluiten? Of heb je die niet? Gewoon, want daar heb ik het net met de vorige spreker Roland van Ewijk over gehad. Ja. Dat je wel doelen moet hebben in je leven. Is dat zo? Ja, ik heb ook doelen in je werk. Oké. Ja. Ja. Nou, ik heb dus eigenlijk nooit doelen. Ik denk dat doelen zijn dingen die. Voetbaldoelen, maar. Wel korte termijn hoop ik gewoon. Weet je, er zijn wel projecten. Ik kan niet zeggen dat ik tot doel heb. Ja, ik geloof eigenlijk meer tegenovergestelde. Het leven zonder waarom veel waardevoller is dan alleen maar naar de toekomst streven. Mm-hmm. Maar ik heb wel ideeën. Ik wil nu een club. Ik werd gevraagd door iemand die een stuk jonger is. Van, hey, is er nog wat voor jongeren? Ik zei, niet dat ik weet. Ik dacht dat ik de jongere was. Mm-hmm. We gaan het opzetten. In welke vorm? Ja. We gaan het kijken. Ik heb gisteren toevallig daarmee een gesprek gehad. Kinderdiensten. Weer opzetten. Dat was er eerst allemaal wel. Maar ook na corona is er weer heel veel ingezakt. Ja. En dat dreigt te verdwijnen. Laten we eerst... Die mensen op zondag, die vaste groep, die blijven komen. Daar ga ik ook niet aan zitten. Dat moet je... ja. Maar wat kan er nog meer? Ja. Ik bedoel, als ik dat dan een doel mag zien, dan zou dat een doel zijn. En ik hoop de Mariakapel mooi op te knappen. Ja. Dat is toch een beetje iets waar veel mensen binnenkomen. Mm-hmm. Kaars opsteken, daar hangen de kruisjes ter gedachtenis van overledenen. Dat is nog niet echt gedaan. Dat is misschien ook een doel wat ik mag noemen. Om daar gewoon iets moois van te maken. En ik hoop dan dat het klaar is voordat de kerk geopend wordt. Dat is ook ergens in het voorjaar, hoop ik. Hoop ik ook. Johan, mijn voorganger, Oling, die wilde dat samen met zijn afscheid. Dat is de 16e. Ja. Maar ja, dat... was hem wel gegund. Nou ja, we mogen 50 mensen. Dus het was al verschrikkelijk genoeg voor hem om uitnodigingen te moeten sturen. Ja. Dus, en dat samen laten vallen met het feest van de opening. Dat is allemaal nu anders. Dus ik hoop dat het in het voorjaar dat, en dat we dan de Mariakapel mee kunnen nemen, zullen we maar zeggen. Het is misschien niet echt een doel, maar het gewoon de levende geloofsgemeenschap houden die het nu is. Met zijn eigen karakter. Nou, ik wens je veel succes in je nieuwe baan nog steeds. Hè? Het is maand aan de gang. Dus, thanks. Oké. Ja. Welkom op het dorp. Dankjewel. Ja, op het dorp, daar moet ik ook dus aan wennen. Op het dorp. Ja. In het dorp. Ja, strandval, hè? Op het dorp. Dat is een heuveltje. Hans, voordat we te veel in de details treden over dit semantische vraagstuk, of het in of op het dorp is. Jij komt van het dorp, uit het dorp, geboren en getogen Limmenaar, Limmenees. Ja. Ja. Wat is dat trouwens? Limmenaar of Limmenees? Wij zijn uitgelegd Limmenees, die zijn getogen en geboren in Limmen. Okay. Limmenaren, die wonen er gewoon. Oké, okay. Dan zijn wij Limmenaren en ben jij een Limmenees. Okay. En jij maakt je druk over een verkeerssituatie in Limmen-West. Ja. De Limmerweggetjes, jullie hebben een initiatiefgroep opgericht. Ja. Jullie hebben ook een boek uitgegeven, althans een brochure. En die heet Het Avontuur. Ja. En... wat is er mis met Limmen-West, Hans? Leg het eens uit. Nou, Limmen heeft sinds 1978 heeft men rustig aan de binnengebieden opgevuld met woningbouw. Dat is hier bij de Molenweg begonnen, hier aan de westkant. Molenweg, Vinkenbaan, Achtkant. Daarna zijn ze overgestoken. Dat waren bolle gebieden? Dat waren allemaal bolle gebieden, tuindersgebieden, klein. Dus die waren niet rendabel meer. Ja. Nou, zijn ze hier verder gegaan als gemeente Limmen. En op een gegeven moment de firma Valkering, waar later de kartbaan al zat, die heeft alle grond verkocht. En dat is een grote school. Ze hebben dat toen allemaal voor gebouwd. Ja, maar laten we het even beperken tot Limmen. Nou, goed, het was een agrarisch gebied met bollentelers. Nou, heel Limmen was maar ik heb het gebied. Even over Limmen-West, want daar gaat het probleem over. Ja. Er stond ook een molen, heb ik me laten vertellen ooit. Want daarom heet het ook de Molenweg ergens. Hier ook, ja. Ja. Dat maar wat is er mis met deze, de verkeersstructuur van Limmen-West?
Het zijn allemaal inbreilocaties. Ja. En dan heb je dus met het oude structuur van de wegen werden aangepast, onderzocht en meegenomen. Trottoirs, alles werd aangepast. En nu heb je het laatste gedeelte, gaat onder auspicie van de gemeente Castricum. En dat is gewoon een heel oud gebied. Echt een tuindersgebied. Een heel dun bevolkt gebied. Maar dat is nu helemaal bebouwd. En dat wordt, die open gebieden worden helemaal volgebouwd. En de bestaande infrastructuur die kan dat absoluut niet aan. Ik kan dat weten. Ik ben hier geboren. De hoek van de burgemeester Nieuwenhuisstraat Kapelweg. Het is mijn gebied waar ik ben opgegroeid. En nu worden dus de nieuwe woningen worden over de Kapellaan en Ogenweg wordt dat afgevoerd. Het verkeer. En de wegen kunnen het niet aan. We begrijpen dat de huidige wegen nog even in stand worden gehouden. Totdat het hele bouwproces afgelopen is. Ja. Daar hebben we begrip voor. Mm-hmm. Maar we hebben ook laatst een Van Goudappel Koffie een onderzoek gehad van jongens, kan het nog? Hè? Kunnen we nog doorbouwen? De Goudappel Koffie is ingeschakeld door de gemeente Castricum om de verkeerssituatie in kaart te brengen. Ja, om te kijken of we nog door konden bouwen met het aantal woningen over de bestaande wegen. Zonder de aansluiting op de A9. Nou, het kon nog, het was een beetje grijs. Nou, voor ons is het donkergrijs. Maar goed, maar wat ons stoort aan het Goudappel-Koffie-onderzoek is dat die heel erg onvolledig is. Wij ervaren de situatie totaal anders. De gemeente die laat naar ons gevoel ook enorm veel tijd lopen, verlopen om met elkaar tot een goede afweging en een oplossing te komen voor het hele gebied. Want het is niet alleen dit bovengebied, maar dat gaat allemaal richting het zuiden. Dus ook de Molenweg en de Westerweg, de Hogeweg, alles heeft er last van. Het loopt allemaal vast en vol. De Rijksstraatweg loopt helemaal immens vol. Gemeente die treedt nauwelijks in overleg met ons. Dus met de inwoners. Wij hebben dus een oproep gedaan. Wij dachten dus, Leo Verschoonen over mijn persoontje en later Willem Laan kwam er ook bij. En wij dachten, dit gaat gewoon niet goed. Dus we hebben een artikel geplaatst. Mensen, denk mee. We hebben enorme reacties gehad. Mm-hmm. We hebben echt reacties gehad van 4, 5, 6 kantjes. De mensen gingen er echt heel diep en heel serieus op in. Wij hebben dat allemaal verzameld in het avontuurboek. We hebben een avond belegd in Oud-Limmen, het schoolgebouw, het lokaal Oud-Limmen. En toen hebben we ook gezegd van nou, hoe willen we het wel? En zo rolden de mensen hun visie uit. En hoe willen jullie het wel dan? En de mensen die wilden het dan, want het is ook echt op de mensen gericht. Ja. Het is niet mijn verhaal of Leo's verhaal. De inwoners zeggen gewoon, nou wij willen, er worden nu zoveel autoverkeer op de Kapelweg afgelaten lopen, mm-hmm. dat ze zeggen van, nou, wij willen daar gewoon een stoep hebben. Gewoon een doodordinaire stoep. Ja. Daar wonen nu mensen, ik heb een man gesproken die zegt, ik ga verhuizen, ik word gek. Ik ben doodsbang voor mijn kinderen. Een andere man die zegt, ik ben hier komen wonen voor een stukje landelijkheid, oké. Hij zegt maar, ik kom in grote steden en dan loop ik gewoon rond. En thuis ga ik wandelen en dan doe ik een hesje aan met lichtjes. Want hij is als de dood dat hij aangereden wordt. Dan loopt hij over de Kapelweg in Limmen. Het probleem is dus dat niet al het verkeer over die wegen kan. Je hebt auto's, je hebt agrarisch verkeer, niet te vergeten. Ja. We hebben wandelaars, we hebben hardlopers, we hebben fietsers. Dat moet allemaal over vrij smalle wegen. Nou, en Goudappel Café, die hebben dus een rapport geschreven met uitgangspunten. Nou, als de auto's er maar een beetje fatsoenlijk om kunnen gaan. En wij en de hele buurt, alle mensen die daar wonen, die hebben ook gezegd, nee, wij staan centraal. De inwoner, de bewoners van die straten, die staan centraal. De wandelaar, de fietser, die moet nog knap. En die auto die er langskomt, die is op visite. Ja. Het eindpunt moet bij de inwoner. En die mensen zeggen ook eigenlijk, gemeente, alsjeblieft, luister nou naar ons. Laten we deze tijd nu goed benutten met elkaar. Dat we met elkaar in gesprek gaan. Dat we samen een wegstructuur krijgen die goed voorzienend is. Maar jullie hebben dus andere ideeën dan Goudappel Koffie over verkeersremmende maatregelen. Ja, want zij willen heuvels, platformen, weet ik veel wat. En jullie willen dat niet. Wat willen jullie? Het gemeente die gaat van het Kro-boekje uit. Dat is met plateaus en met drempels. En wij willen, en dat is dus zo
de verticale verkeersremmer. Ja. Ja. En wij willen de horizontale verkeersremmer. Zodat je door beplanting en door eilandjes en door gewoon de snelheid uit het verkeer kan geraken. En wij willen ook geen stoepranden met haakse opstaande randen. Nee, juist schuin. Want dan kan je, als het moet, als fietser, kun je even uitwijken. Ja, ja. Maar dan, dat je dan wel een stoep hebt voor de voetgangers. Dat ze zeggen, nou, hier kunnen wij dus veilig over bewegen zonder dat wij geraakt worden door auto's. En dat soort dingen... Nou, je merkt het nu ook wel. Want mijn dochter heeft hier een vriendinnetje wonen. En ja, ik weet niet, als je dan op die bakfiets erheen zit met die andere kleine, je houdt soms je hart vast. Op de Kapelweg. En ook het stuk ernaartoe. Het zijn allemaal best wel... Ja. Ja, wat je zegt, het is een wegennet dat niet gemaakt is. Ja, het is gemaakt op die paar huizen die er stonden. Ja, ja. Niet om alles wat er nu omheen gebouwd wordt. Nee, want er zijn totaal 1300 huizen erbij. Hè? Limmen en Heilo. Maar, dus dat plan Zandzoom, dat levert heel veel nieuw verkeer op. Ja, precies. Nou, ik ben daar geboren op het moment dat de Kapelweg nog onverhard was. De bovenleidingen met de zwaluwen stonden er nog. Ja. Nou, hartstikke mooi. Heel vroeger. Ja, ja, maar goed, ik heb dus die hele scala aan veranderingen heb ik zien gebeuren natuurlijk. Maar dit gaat gewoon niet meer. Nee, en ik vind dat de houding van de gemeente ook te passief is. We moeten deze tijd die we nu hebben gewoon benutten om tot goede oplossingen te komen. Ja, denken van tevoren over na en niet straks als er een ongeluk gebeurt. Die nonchalante houding van de gemeente. Laten we nu in conclave gaan met elkaar, zodat we nu tot oplossing komen. Oh. Ja. En niet op het laatste moment zeggen, dan gaan we het maar zo doen. Nu doen. Als ik het mag samenvatten, is er een verschil van mening over de verkeersremmende maatregelen. Ja. De gemeente wil ze dus verticaal en jullie willen horizontale, meer groen erbij. Dat is een verschil. Ja. En je wil eigenlijk op een eerder moment inspraak kunnen hebben in de besluitvorming. Ja. Wij willen, en dat verwijt je de gemeente eigenlijk. Wij willen met een overleg met de Goudappelcafé, met de gemeente, dat er een algemeen plan komt wat ter inzage komt aan de inwoners, die daar ook nog eens een keer goed kunnen naar kijken en een inspraak kunnen doen. En komt dat, hè, dat overleg? Nou, wij hebben voorlopig van meneer Slettenhaar hebben wij een positieve reactie gehad. Maar wij hopen wel dat het zeer binnenkort is, en het liefst nog voor de verkiezingen, dat we daar een beetje uitsluitsel aan de mensen kunnen geven. Zijn ze ook bezig kijken? Want ik bedoel, het klinkt een beetje alsof zij een plan hebben dat ergens vanaf een bureau bedacht is en van, joh, dat werkt ergens anders ook, doe het maar zo. En dat de mensen die daar wonen iets... Wat wij het gevoel hebben is dat het door de BUG... wordt gezegd van, nou, wij gaan uit dat standaard protocollenboekje werken en we doen bij elk kruispunt doen we een plateau en om de zoveel meter een drempel. En dan is het goed. Klaar. Maar zo werkt het dus niet. En vooral met name de Kapelweg, daar moet gewoon een stoep langs. En we hebben de ruimte. Er zijn mogelijkheden. Natuurlijk, er zijn altijd wat krappe punten. Ja. Daar moet je dus tijd en aandacht aan besteden. Die tijd hebben we nu. Mm-hmm. Laat hem alsjeblieft pakken. Ja. Oké. Okay. Nou, we hopen dat de gemeente dit programma ook even bekijkt. Nou ja, ik hoop het ook. Kijk, want dat jullie in ieder geval een ingang hebben bij meneer Slettenhaar, dat is duidelijk. Ja. Dus dat hij ervoor open staat. En jullie hebben de Fietsersbond ook ingeschakeld in het plan, neem ik aan? Ja, wij hebben een Fietsersbond, hebben ook de hele rit meegemaakt. Nou, waar die ook bijvoorbeeld op vielen, waar ze de wegversmalling bij de burgemeester Nieuwhuisstraat. Nou, daar gebeuren ook echt ongelukken, want die palen staan daar en dan op vlak daarvoor gaan nog auto's uitwijken en toestand. Nou, dat is allemaal, en dan ook de stoepen met de haakse randen. Okay, nou, maar de Fietsersbond is ingeschakeld. Ja. En verder wil je gewoon dat de bewoners inspraak hebben in de plannen. Ja, ja. En dat er een presentatie ook naar de bewoners toe gaat van, nou jongens, dit zijn we van plan. En dat ze daarop tijd en ruimte voor krijgen, dat ze erop kunnen reageren. Oké, okay. Gebiedsregisseur wil je ook ingeschakeld hierin? Ik heb die zijn daarvoor? Ik weet het niet. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb geen idee dat het bestaat. Gebiedsregisseurs heb ik pas nog in mijn programma gehad en die kun je ook inschakelen. Nou, dan kun je straks het nummer even geven. Ja, misschien doen we dat. Ja. Goed, nou, voor zover de aardse zaken, Hans, had je nog een laatste opmerking? Nou ja, kijk, we weten allemaal, de Rijksstraatweg, die wordt opgeknapt zo direct. Ja. Dus er gaan wel 50 bomen weg, dat vind ik heel erg jammer. Maar goed, de Visweg wordt nu opgeknapt, dat ziet er heel goed uit. Hoewel we daar ook wel weer graag
wat bomen langs willen hebben. Om, nou ja. En het kruispunt Hogeweg. Ja, het vijfpunt bij bakkerij Puttelaar. Dat, dat is echt goed aangepakt. Ja. Dus dat geeft ons wel vertrouwen. Erin. En het wachten is nog even op die aansluiting met die A9. Dat is, waar gaat die komen dan? Ja, die dat hier is, ergens. Hier bij de Lage Laan. Ja. Oké. Okay. Ja, door Heilo heen. Ja, bij het Haarloofse gedeelte. Ja, precies. Ja, ja, en dan betekent het dat het verkeer wat makkelijker afgevoerd kan worden naar de snelweg. Maar dan krijg je weer veel minder wegverkeer en sluipverkeer door onze dorp heen. En dat is nog even wachten, hè, Hans, volgens mij. Ja, dat zijn allemaal nog de bezwaren en de stikstofberekeningen. En, dat kan nog wel anderhalf jaar duren. Dus, voordat ze beginnen? Voordat ze beginnen, denk ik. En voordat het klaar is, hebben we het over 2025, denk ik. Ja. Nou ja, misschien maken we het nog mee. Ja, nee. wie weet, als maar... het wil. Het geeft wel spanningen natuurlijk. Kijk, Haarlo groeit en alles groeit en dat komt er maar doorheen. Ja, cool. Nou, Hans, ik wens jullie veel succes met jullie initiatiefgroep. En dat er een totaalplan mag komen. Ja. Maar ik wens jou veel succes in de katholieke gemeenschap van Limmen. Ja, en ook gewoon al in heel Limmen zelf natuurlijk. Ja, dankjewel. Ik zal het nodig hebben. Ja, en nou, veel succes. Ik dank u allemaal voor het kijken naar deze kleurlokaal van 8 januari. Tenminste, daar hebben we hem opgenomen. Ik wil u nog wel even attenderen op de 22 januari. Dan hebben we weer een nieuwe kleurlokaal met Wouter Meerer. En we gaan in februari heel veel aandacht besteden aan de gemeentelijke verkiezingen. We gaan 1-op-1 gesprekken voeren met de fractievoorzitters. We gaan het volledige college nog eventjes aan de tand voelen en natuurlijk een groots verkiezingsdebat organiseren. Dank u wel voor het kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bouwmarkt Hubo op de Kastrikumerwerf, Hans van Borre, uw groene slager, Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg in Kastrikum.